Ik ben in de meubels gegaan met passie voor het vak. Ik ben opgegroeid in de meubelen. En ja, het is een ontzettend mooi vak. En waar altijd in wat de beweging is en altijd wat in te doen is. Nieuwe ontwikkelingen. En ja, dat is mijn hele passie en ziel zit erin. Wij maken zelf de meubels. Als de klant aangeeft dat en dat zou ik graag willen. Of dat zijn mijn wensen. Dan vullen wij dat in. En als ze nou een tafel langer moeten of een bank op maat. Of een pootje anders. Of ze willen een aanleggen van de ene bank op de andere bank. Dan maken we dat gewoon. Geen probleem. We zijn een van de weinigen met een enorme collectie in kasteelbanken. Kasteelbanken zijn hele oude modellen eigenlijk, maar die toch natuurlijk modern gemaakt worden. En een kenmerk daarvan zijn de wegklapbare armleggers, vaak met bronzen knoppen, maar dat kan ook met andere kleuren knoppen. En mensen, vaak wordt het in leer verkocht traditioneel, maar dat kan natuurlijk ook in met stoffenbekleding. En ja, dat is een heel mooi principe waarbij de armlegger wegklapt en mensen makkelijk op de bank kunnen liggen. En daarnaast heeft het een hele mooie sierfunctie. Dus praktisch is dat ook nog eens een keer heel ideaal. De klant weet eigenlijk niet altijd wat er altijd mogelijk is. En eigenlijk kunnen wij alles maken. Dus als de klant iets breder wil, iets harder wil zitten, geen keerbare kussens wil, maar een vaste stoffering wil met een interieurvering, een ander pootje, een ander kleurpootje, ontelbare mogelijkheden aan bekleding. Als iets in leer staat, willen ze het in stof hebben of andersom. Of ze willen het hoger hebben of dieper hebben. Ja, we maken het gewoon. En mensen verwachten dat niet altijd. Maar het kan gewoon allemaal. Dus mensen geven maar aan en wij maken het gewoon. Achter mij staat een prachtig boekenkastsysteem. Dat is een stapelbaar boekenkastsysteem. Met ook aanbouwmogelijkheden. En dat kan eindeloos hoog gebouwd worden. Eindeloos breed gemaakt worden. In een hoekopstelling of recht. Glazen deurtjes kan. Klepjes kan met hout. En houten klepjes kan met glas. En mensen kunnen zelf bepalen hoe ze het gaan samenstellen. En ga je dus kleiner wonen, vouw je hem gewoon mee. En dan zet je hem in een andere samenstelling. Stel je hem opnieuw weer op. Dus eigenlijk universeel toepasbaar. De historie van deze kast is prachtig. Een heel mooi antiek kastensysteem. En oorspronkelijk is dat ontwikkeld in Duitsland. Een stalen systeem en doorontwikkeld in Engeland tot het systeem wat het nu is. Zodat je een echt Engels boekenkastsysteem, een bibliotheeksysteem krijgt. We weten bijvoorbeeld uit de historie dat ook Lenin, die had een complete bibliotheek met dit systeem zo samengesteld. Wij willen innovatief blijven op het gebied van modellen. Van ontwikkelingen van meubelstoffen, leerkwaliteiten en ook de opties aanbieden voor de mensen zoals ze dat zelf graag willen. Dat mensen helemaal naar de zin kunnen blijven maken. Dat is heel belangrijk.